We zijn bezig met het creëren van een paar bufferzones, zodat we de wilde zwijnen buiten houden en de varkens binnen en dat ze niet bij elkaar kunnen komen. De Stichting Boeren in het Bos beheert in Friesland en in Drenthe zo'n 80 hectare met onder meer varkens. De kans dat deze bosvarkens in contact komen met wilde zwijnen is dan ook groot. We hebben er al wel een paar gezien. En we hebben contact met de natuurorganisaties om dat ook goed in de gaten te houden. Dus dat is de reden waarom we vooruit aan het denken zijn hoe we maatregelen kunnen treffen. Mocht de varkenspest, de Afrikaanse varkenspest, hier in Nederland voor gaan komen. Hier lopen nu 12 volwassen zeugen. En deze zijn nu bijna 2 jaar oud. Dus die zijn bijna klaar voor de slacht. Voor het geval dat de varkenspest daadwerkelijk uitbreekt, heeft Boeren in het Bos een noodplan klaar liggen. Op het moment dat de wilde zwijnen varkenspest hebben in het zuiden, is ons plan om zoveel mogelijk van de dieren weg te slachten. En dan alleen de fokzeugen en de dekbeer over te houden. En dat we ze daar beschermd kunnen houden, wel buiten, maar op een afstandje van bezoekers en van wilde zwijnen.